Yes, we gaan dus hier het een en ander verplaatsen. Ik heb hier achter dus die Anubias plant staan. En die wil ik eens ergens anders hebben. Want zoals je ziet, ik zal even de camera omdraaien. Nou, zoals je ziet staan deze dus allemaal nog in bakken. En dat is niet echt professioneel. Je bent nou niet echt een bedrijf als je dit gewoon in actionbakken hebt. Maar die bakken zijn wel heel handig. En die hebben wel tot nu toe gewoon voor goede resultaten gezorgd. Maar wat ik ga doen... Deze planten die gaan eruit en die gaan dan hierheen in de aquariumstelling. Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik deze stelling heb gevuld, maar hij is bezig. De onderste rij die was een keertje lek en nu is die helemaal waterdicht zoals je ziet. Er zit water in. Hij zit al helemaal vol met water. En deze is die nu aan het vullen. Ik kan hem zo meteen iets harder zetten zodat hij iets sneller vult. Maar hier komen dus alle Anubias planten in en de rest van de planten staan hier. En uiteindelijk wil ik dus een mooiere stelling daarvoor, maar dat ga ik niet te veel voor verklappen. Dus heel simpel wat we nu vandaag gaan doen, we gaan die Anubias planten, die gaan we daarheen verplaatsen. Dat is eigenlijk het enige, want er komt deze stelling hier ook vrij. En als deze stelling vrij is, dan komt hier namelijk wat moois op. Hier wil ik wat drijfplanten in gaan houden, zodat die beter gaan groeien dan deze vieze dingetjes. Kijk, zoals je ziet, ze staan nu echt in soort schoteltjes onder de oog. Het is dan ook niet online, want dit is gewoon bar slecht. Dus deze, die ga ik zo meteen helemaal uitzoeken en die komen in deze bakken. Deze gaat eruit en hij, dat is een snapper. Die blijft nog eventjes zitten. Dit is onze alligatorsnapper. Daar hebben we in totaal er 2 van. Hij zit nu in deze bak, maar hij moet echt naar een veel grotere bak. En dat is dus onderdeel van dit plan. Want als deze stelling dus helemaal leeg is, komen hier kant-en-klaar aquariums op. Hier komen drijfplanten in. Die gaan uiteindelijk naar een andere stelling. Dan kan die snapper, die kan weg. En deze schildpadden hierachter, die moeten ook een grotere bak hebben. Die gaan dan hier naar het midden toe, want daar gaan we echt wat moois van maken. Hierachter staan dus het een en ander van aquariums en daar staan dus ook die decoratiestukken. Nou blijven die decoratiestukken gewoon staan. Alleen heb ik hier dus een ruimte waar nu een aquarium staat, een kapot aquarium. Dus een kapot aquarium met dus een witte doek voor de webshopfoto's. En dit wil ik weg hebben. Net zoals dit gebeurt hier. Dit is een lekker aquarium. Weg ermee. Deze ga ik nog mooi inrichten of iets leuks mee doen. Oké, terwijl die bak daar dus vult, ga ik deze stelling helemaal leeghalen. Er zitten en Anubias planten in en slakken. En ik wil die slakken eigenlijk niet weggooien, want die zijn dus super goed voor de algen. Die eten de bruine algen, de harde algen en alles allemaal van de bladeren af. Dat zou natuurlijk een beetje zonde zijn. Nou, dus dat water wat daar in die stelling gaat, is niet ingedraaid. Dus dat is ook iets waar ik over na aan het denken ben. Maar ik denk dat ik oude filtersponsen van de ingedraaide filters ga pakken. Om die dus daarin te plaatsen, want die zijn al volledig ingedraaid en die moeten toch verschoond worden. En dan hebben hun al gewoon de juiste bacteriecultuur. Qua temperatuur doe ik eigenlijk niks aan, want hier binnen is het echt gewoon 22, 23 graden. En buiten is het 26, 27 nu, want het wordt weer langzaam een paar dagen zomer. Maar het blijft hier altijd zo warm door dus al die planten en al dat water wat beweegt, door de luchtvochtigheid. Dus we gaan die Anubias planten, die gaan we leeghalen. Mensen gaf, waarom loop ik op badslippers? Dit is de reden. Ik heb dus juist allemaal water over mezelf heen laten vallen. Ik heb de bakken nu half vol en ik heb ze even zo neergezet zodat ze niet op elkaar staan. Ze blijven eventjes vochtig en dat oude water, inclusief het kroost, dat gooi ik in die stelling daarachter. En daar ga ik dan wat goudvissen bij plaatsen die het kroost opeten. Nou is de eerste helft gedaan. Het is echt niet zo heel veel werk, maar het moet wel even gebeuren. En nou is deze ook alweer bijna vol. En zoals je ziet, hij vult hem langzaam met water. Ik heb dan wat ingedraaid water erbij gegooid vanuit die bakken. Dus als dit dus aquarium dus is gevuld, dan komen daar de Anubiasplanten in. De verlichting is ook wel goed. En het enige wat nog gebeuren moet is even de pompjes aanzetten. Alleen ik weet dus niet of ik ze allemaal heb. Ik hoop het, anders ga ik ze op een luchtfilter zetten, want dat heb ik wel. En we kunnen die Anubias uit die actionbak en dan gaan ze hier mooi achterin om gewoon mooi gepresenteerd te worden voor jullie. En ook makkelijker te grijpen voor de webshopbestellingen. Ik moet niet vallen, want dan gaat het fout. Oké, dus het is een dag later en ik heb hier alles geregeld. Alles staat mooi recht. Ik heb er wat goudvissen in gedaan, zodat die een beetje het kroost op eten. Ik doe even het licht uit, want dan kunnen jullie dat beter zien. Hier zit een knopje. Zo. Oké, dus ik heb gisteren die stelling klaargemaakt. Toen heb ik overal 1 goudvis in gedaan en toen ben ik weggegaan. Ik heb de nieuwe filter wat erin gedaan, dus hij is wel al ingedraaid. Doen ze net super goed, de goudvissen. Ze zwemmen vrolijk rond. Zitten niet stil in een hoekje. Daar zit er ook nog één. En hier zit er ook nog één. Ja, kijk, daar had ik er ook nog eentje zitten. Nou, die doe ik er maximaal maar een dag in. Dat is echt omdat ze even het kroost opeten.
En volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Ja, er zit bijna geen kroost meer in. Er drijft nog echt één blaadje of iets. Hiero zie ik ook geen kroost. Er is wel een Anubias nanostekje losgekomen. En er zit daar een stuk filter wat er voor de uitvoer. En voor de rest ziet het er allemaal top uit. Dus, de Anubias planten staan mooi hierin. Dan hebben we Hiero. Dit is dan de Anubias Barteri. Deze Anubias Barteri die wordt wat groter dan alle andere Anubias soorten. En die heeft hier nu mooi de ruimte om te groeien. Nou, hier hebben we dan de Anubias Congensis en de Anubias Nana. En hier hebben we dan de Anubias Hastifolia en de Anubias Coffifolia. Hier hebben we dan de Anubias, de dwerg Anubias, de Anubias Petit, Anubias Bonsai. En die hebben we ook nog op steen, op lavensteen hier zitten. En hier hebben we dan de... dit is de Congensis, de Anubias Congensis. En hier zit de Anubias Heterophylla. Ja, nu zie ik het. Ik kom door de kleine stekjes hiervoor. Dacht ik dat het de Congensis was, maar het is de Heterophylla. De Heterophylla wordt wat groter dan de Congensis in het blad zelf. Het blad valt wat breder uit, want hier is de Congensis een heel stuk smaller. Dus dat was eigenlijk die stelling, want nu hebben we hier alweer de ruimte aan de overkant. Daar hebben we nu wat meer ruimte, daar ga ik wat meer ruimte maken. Deze dingen die gaan ook bijna allemaal weg. Sowieso is al het voer nu in de aanbieding. Dat voer is ook in de aanbieding. Ik heb wat van die plantenvoeding in de aanbieding gedaan. Nou, oxidators zijn ook in de aanbieding, want dat wil ik allemaal een beetje eruit hebben. Ik wil een beetje allemaal van het tetra af, want ik wil echt wat meer het speciaal voer gaan houden. Het zijn natuurlijk nog wat kadige stellingen, maar we zijn ook natuurlijk voornamelijk een plantenwebshop. En hier ook... heb ik nu even wat kleine stekjes drijfplanten ingedaan. Dus dan hebben we deze twee rijen, daar komen dan de drijfplanten. Hierboven komt wat super vet. Nou, de snapper zit nog steeds daaronder. Hier hebben we dan deze lelijke ja, drijfplant dingetjes met wat algen er doorheen en zo. Ja, dat gaan we allemaal wegdoen natuurlijk. Al die algen die gaan bij deze schildpadden. Die houden dus weer van wat alg. Dan is deze plank leeg, kan het mos naar wat betere verlichting toe. En dan kan die plank een stuk lager, die ga ik omwisselen. En dan groeit en het mos beter. En heb ik weer wat meer ruimte voor het nieuwe project. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dat hebben we daarheen verplaatst, zodat daar meer ruimte komt. Ik daar wat meer betere kwaliteit kan maken. En ook wat meer ruimte over heb voor dus het nieuwe project. Hier onder mij komt dus een schildpaddenbak. Dat komt er nog aan. Dat kunnen we nu doen omdat daar de ruimte zit. Dan kan ik allemaal mooie dingen kwijt. En deze, ja, die blijven hier gewoon staan. Ga ik zo over de plakketjes van overplakken. En dan is het eigenlijk alweer ja, zo goed als geregeld. Dat was dus deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Even een blauw duimpje omhoog. En ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Doei! Oh ja, dat fijne dag, dat gaat wel lukken. Want kijk, het is echt prachtig weer.